Rood, de jongere organisatie van de SP, overhandigde vandaag een cheque ter waarde van €2750 aan de bed, bad en broodvoorziening in de stad. Het geld is de opbrengst van de sponsorloop die werd georganiseerd tijdens de Pegida-demonstratie van zondag 9 april. De symbolische cheque werd overhandigd aan de stichting Inlia, die de opvanglocatie bij de Berlagebrug beheert. Isre Kuiper is blij met het geld en de morele steun van de Groningers. Ja, we vinden het geweldig. Ze hebben het op een vredige manier gedaan en een tegengeluid laten horen. Ik ben ook heel trots dat dit zo in Groningen gebeurt, om toch steun te geven aan de mensen die wij opvangen. Wij denken ook dat het noodzakelijk is. We weten dat het noodzakelijk is om de mensen op te vangen, om ze ook verder te brengen. Of ze nou een verblijfsvergunning krijgen of mee gaan werken aan hervestiging naar het land van herkomst of een derde land. Je hebt gewoon de basisvoorzieningen nodig. Eten, een dak boven je hoofd, rust, om te kunnen werken aan je toekomst. Het is inderdaad heel goed verlopen. We zijn heel blij met het eindresultaat. We zijn elke dag de straat op gegaan, anderhalve week lang. We hebben met mensen gesproken en mensen konden geld inzetten per Pegida-demonstrant tot een maximumbedrag. En zo hebben we eigenlijk hun met hun eigen middelen bestreden. Hoe meer Pegida-demonstranten er kwamen, hoe meer geld we hebben opgehaald voor vluchtelingen. Dat lijkt me een heel mooi concept. Je zou bijna denken van er moeten vaker demonstraties komen. Nou ja, dat is natuurlijk ook weer de andere kant. Maar nou ja, het is wel inderdaad een hele mooie manier om een positieve draai eraan te geven en te laten zien dat we een tolerante stad zijn. Sommige vluchtelingen zitten al jaren in de opvang. Het geld wordt gebruikt om ze actief te laten werken aan hun toekomst. We moeten nog kijken wat we er precies mee gaan doen, maar we weten in ieder geval wel dat we activiteiten gaan organiseren om de mensen weer in beweging te brengen. Wij vinden het belangrijk om de mensen actief te krijgen, letterlijk figuurlijk, om ook weer bezig te gaan met hun toekomst. Want sommige mensen zijn hier al 25 jaar, 10 jaar en die hebben heel lang achteruit moeten zitten. Die hebben niks kunnen doen, niks mogen doen, omdat ze bijvoorbeeld heel lang in de procedure hebben gezeten. Die mensen moet je weer in beweging krijgen, zodat zij gaan werken naar of hervestiging of een verblijfsvergunning. Heb je al concrete voorbeelden van hoe dat zou moeten? Nou, dat kan bijvoorbeeld door sportactiviteiten, heel letterlijk in beweging komen. Maar het kan ook door middel van cursussen. Wij geven bijvoorbeeld ook Nederlandse les om ze in beweging te krijgen. Maar we hebben ook iemand gehad die is teruggekeerd naar Turkije. Die is daar in een restaurant gaan werken waar hij zichzelf kon bewijzen. Dat was in een plek waar heel veel Nederlandse toeristen kwamen, waardoor hij dus met zijn Nederlandse taal zijn werkgever kon helpen. En Rood is trots op de stad. Ik vind dat Groningen heel erg heeft laten zien dat het een tolerante stad is. Dat hier geen plek is voor haat en polarisatie.